Als onze doos nu maar geen longontsteking krijgt. Het is buiten nogal nat en ellende. Wauw, automatische deuren, net als in een supermarkt. Dit lijkt net iets uit die saaie films waar volwassenen naar kijken. Oh, dank je. Goedenavond. Ik ben mevrouw Gray. Ik ben Gris. En mijn naam is Panda. IJsbee. En ik ben een geest. Ah! Rustig. Ik ben een vriendelijke geest. Ah! Oh. Wij in huizen Unheimi zijn vriendelijke geesten. Wij? Ik ben kolonel Ping. En deze prachtige Siamese is meneer Miao Miao. En ik ben Miss Thiel. Ja, de Miss Thiel. Die de cover sierde van maar liefst 20 modebladen. Echt niet? Levende geesten die ademen? Daar wil ik een selfie van. Cheese. Ah. Huh? Oké, nu weet ik dus zeker dat niemand ons verhaal gaat geloven. Vindt u het vervelend dat we onverwachts langskomen, mevrouw? Oh, integendeel. Wij houden van onverwacht bezoek. Als een geest ergens spookt, dan moet hij daar voor altijd blijven. Dashel? We hebben gasten. Bezemkast. Ja, mevrouw. Goedenavond. Vanavond hebben we als hapje... Gratis eten! Dat was lekker, maar wel een beetje lafjes. Heeft u wat zout? Ik ben bang dat het zout net op is, meneer. Nou, dan bestel je nog wat. En al het andere waar onze gasten trek in hebben. Ik denk dat we eindelijk ons thuis hebben gevonden. Toos, het is je geluk! Wat is dat? Het is een beetje een raar verhaal. Maar goed, kijk, we hadden dus deze doos. En toen viel er een vallende ster op. Toen veranderde de doos magisch in pratend voertuig dat IJsbeer en broers overal naartoe teleporteert. Teleporteert hij overal naartoe? Mag ik het eens proberen? Ga gerustig gang. Bonjour, Paris! Pariekoek. Ik denk dat hij het alleen doet als je leeft. Niets persoonlijks. Wacht, we kunnen hem laten taxeren. Misschien is hij miljoenen waard. Geld is niet alles, maar mode wel. En hij doet het prima als hoed. Hij is perfect voor mijn ASMR-filmpjes. Toe, laat maar eens horen. Sorry jongens, maar die doos is het enige wat we hebben. En we hebben veel aan hem te danken. Wij kunnen niet zonder onze doos. De doos is voor IJsbeer als vierde broer. Dat klopt. Sterker nog, de doos kwijtraken is het ergste wat ons kan gebeuren.